Nou, het bleek in de praktijk helpen door de vereniging, onder andere dorpsbelang, voetbal en kaatsen en ik meer die hier een eigen website. Maar het was daar gewoon moeilijker om die actueel te houden met nieuwe berichten. En we haalden ook al eens een keer eerder uit de sport waar je aan je mind kwam te werken, had er meer mogelijkheden binnen. Toen is het idee ontstaan om de vereniging mind kwam er in je website voor het hele dorp. Dat er een paar keer binnen kwam te zitten en nu ben de tolve vereniging die gaat daar zijn om mee te werken. Hadden we gewoon één gezamenlijke website met alle informatie van alles wat in het dorp gebeurt en een gezamenlijke agenda opkomt. Is het wat een libbenig dorp hier? Ja, had iedereen dit wat organiseert, dat ik een stukje van schreeuw, dan staat er alle dagen een hele broodenijs op de website. Zoveel gebeurt er wel in het dorp. En voor waar is de website? Is het vooral voor de mensen uit hier of voor de mensen boeken hier? Nou, World Wide Web, dus iedereen kan erop komen en kan beginnen. En natuurlijk is het voor de mensen uit het dorp, maar ook voor de boeken uit.